Heel goedemorgen, welkom bij deze marktupdate van BNP Paribas. In aanloop naar de belangrijke macrocijfers vanmiddag wisten de beleggers de koopknop toch nog goed te vinden. Wederom trokken de indices in de VS aan, de Nasdaq zelfs met 1,8%. En ook de WTI olie profiteerde en sloot ruim 3% hoger op $77,5 per vat. Dit ondanks meevallende olievoorraadcijfers. En bij de producent van elektrische voertuigen Rivian gaat de bezem door het bestuur na tegenvallende productiecijfers. Tesla overweegt daarentegen haar fabriek in Texas verder uit te breiden. En uit een rapport van onderzoeksbureau Gartner bleek dat het aantal verkochte PC's in het laatste kwartaal van 2022 met 20% fors gedaald is. Alleen Apple wist de schade te beperken. Morgen laten de grote banken in de VS de cijfers zien. In China lieten inflatiecijfers toch weer een iets hogere stand van 1,8% zien over de maand december. In november waren die net gezakt naar 1,6%. En TSMC heeft over het vierde kwartaal de omzet vlak weten te houden ten opzichte van het vorige kwartaal. Op jaarbasis was er een groei van 43%, de bruto marge bedroeg dik 62% en daarmee kwam de winst 78% hoger uit op $9,7 miljard. En bijna 70% van de omzet wordt in de VS behaald, slechts 12% komt uit China. Per saldo bleven de Aziatische indices dicht bij huis. En de futures in Amsterdam duiden ondertussen op een wat hogere opening. De analisten van Berenberg zien Aegon als favoriet binnen de sector van verzekeraars en stellen dat het aandeel ruim boven een nationale nederlaag uit kan komen dit jaar. Dat dan ook slechts een houden advies meekrijgt. Men ziet goede dividendrendementen, degelijke balans en een sterke markt voor herverzekeringen als belangrijkste drijfveren. Het aantal faillissementen blijft ondertussen doorstijgen sinds de kentering van na de zomer. Dankzij de coronasteun is het absolute getal over 2021 en 2022 nog erg laag. Tijdens de crisis van 2013 gingen er 9400 bedrijven over de kop. Op de agenda vandaag inflatiecijfers en steunaanvragen uit de VS. Maandag blijven de financiële markten daar gesloten in verband met Martin Luther King Day. En dan een hoop analistennieuws. Goldman zet ING op kopen koersdoel 17. KBC zet ABN AMRO op kopen koersdoel 1380. Bernstein zet Heineken op kopen koersdoel 128. En Bernstein zet JP Morgan zetten Just Eat Takeaway op houden. Credit Suisse en JP Morgan zetten ASML op kopen en UBS en KBC zetten Ahold Delhaize op kopen. En morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.